Ja, bij me zit Remo Honig van het Credit Management Instituut. Ja, Remo, credit management is vandaag veel gezegd en blijkt ook best een probleem te zijn. Hoe krijg je credit management nou strategisch op de agenda bij de directie? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je allereerst kijkt wat de strategische plannen zijn van de organisatie. Dat je je credit management proces daarop op aansluit. En dat lukt onder andere door het bijvoorbeeld goed inzichtelijk te maken. Maar met name ook aan te kunnen geven wat het kost en wat het zou kunnen opleveren. En daar slagen heel veel organisaties nu nog niet in. Uh-huh. En dat is jammer, want daarmee krijg je ook niet dat wat je nodig hebt. Ja, die bewustheid moet je hebben. Als we dan praten over credit management in zijn algemeenheid, welk onderdeel is er ook vandaag weer op zo'n congres nog onderbelicht gebleven? Nou, of het specifiek vandaag op het congres onderbelicht is gebleven, dat weet ik niet zo 1, 2, 3 te noemen. Als ik zie wat in organisaties over het algemeen onderbelicht wordt, dan zie je vooral dat men heel weinig inzicht in heeft in wat kost dat hele credit management nou precies. Uh-huh. En we praten, als je kijkt naar de balans en naar de omzet per jaar, praten we over 5-9% van de omzet per jaar wat kredietkosten kost. Dat hebben we gewoon niet in kaart, dat hebben we niet in zicht. En ik denk als we dat wel in zicht krijgen, ja, dan heb je heel weinig discussie over budgettering en over meer capaciteit of optimalisatie. Je moet gewoon je performance kunnen meten, want anders dan doe je niet mee. Ja, meten, maar ook weten hoe je het laat aansluiten bij dat wat je met de organisatie doet. Dus eigenlijk stel je jezelf de vraag, als we dit jaar gaan groeien of als we dit jaar de omzet maken, op welke manier gaan we het financieren en tegen welk risico? Okay. Nou, iets anders, leiderschap binnen credit management, hoe kun je dat bewerkstelligen? Nou, wat je ziet is dat heel veel leiders of credit managers eigenlijk een proces inrichten en zeggen, en zo gaan we het doen. Ja. En wat je ziet is dat de organisaties soms honderden duizenden klanten hebben. Ik ben een voorstander van om dat op een situationele manier te doen. Omdat iedere klant een andere aanpak vraagt. Dus meer segmentatie, maar ook de mensen vragen een andere aanpak. Dus ik zou er een voorstander van zijn om dat op basis van situationeel leiderschap in te richten. Wat voor voordelen zijn er te behalen voor een credit manager binnen de keten, als je gewoon door het bedrijf heen kijkt? Het allerbelangrijkste, denk ik, is dat je steeds meer een integratie gaat laten plaatsvinden van de keten. Dus dat je eigenlijk gaat synthetiseren. Wat je nu ziet is dat het heel erg afdelingsgericht werkt. En ik zou er een voorstander van zijn om het veel meer te integreren. En daarom is het ook belangrijk om te beginnen. 1, bij de strategie. En 2, wat is de meerwaarde voor die klant? Waar wordt die klant blij van en hoe gaan we hem helpen? Betekent eigenlijk dat je meer naar sales ook toe moet trekken? Nou, niet alleen naar sales. Ik denk dat je door de hele organisatie heen zou moeten trekken. Ik bedoel, werkkapitaal zegt eigenlijk het kapitaal dat waar je mee werkt. En dat vraagt dat je dat door de hele organisatie heen zet. En niet dat het een aparte afdeling is. En zeker niet een afdeling die ergens achtergeschoven zit. Hebben we op dit moment een crisistijd, hè? Er gaan veel mensen en bedrijven failliet. Welke interventies zou je moeten plegen om faillissementen te voorkomen? Nou, ik denk wat op dit moment heel belangrijk is dat je goed zicht ook moet hebben op waar vallen op dit moment de faillissementen. Ja. Dat betekent dat je niet alleen van binnen naar buiten moet kijken, maar ook van buiten naar binnen. Dus op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld in een bepaalde beroepsgroep minder gaat, dan is het heel belangrijk om je te voorzien van data, intern maar ook extern. En dat je zorgt dat de mensen klaar zijn, getraind en opgeleid en beschikken over de juiste vaardigheden om ook om te kunnen gaan met die situaties. Dan moet ik wel zeggen, het is op dit moment wel heel lastig. Recordhoogtes in faillissementen. Ja, je weet niet waar het heen, maar schade beperken is dan een groot goed. Zeer zeker. En nu zie je vaak, doordat er in het verleden processen verzonnen zijn waar we ons nog steeds aan vasthouden, waarvan je gewoon ziet dat het niet werkt. Heel eenvoudig voorbeeld. In de bankwezen zie je bijvoorbeeld bij hypotheken, 6 maanden dan moet een pand geveild worden. Misschien moet je zo'n pand wel 2 jaar in de boeken houden en heb je hem daarna gewoon weer op de rit. Maar als je vast blijft houden aan het oude proces, gaat iemand na 6 maanden gewoon zijn woning uit met een fixe restschuld. Duidelijk, dankjewel, Remon.